Welkom bij Lang Leven de Sport. De serie waarin we schaatsland doortrekken om goed beslagen ten ijs te komen. In deze aflevering nemen we de dobbelpush van het inline skaten onder de loep. Mark Horsten en Lars Geenstra geven uitleg en 3 tips om ook zelf die dobbelpush te kunnen leren. Nou, ik denk dat de mensen thuis niet echt weten wat een dobbelpush techniek precies is. Zou jij mij dat kunnen uitleggen, Lars? Ja, ik kan een poging doen, ongeveer. Het is de bedoeling met de dobbelpush dat als je bij de reguliere afzet, die je naar de zijkant gaat, die je met schaatsen ook hebt, dat je op het moment dat je je afzet gedaan hebt, je stambeen neerzet en met dat andere been een slinger van binnen naar buiten maakt. Als dit je rechte schaats is, dan zet je normaal af en dan strek je en dan zet je die neer. En op het moment dat je die afstrekt, dan heb je een beweging naar links. Zet je die neer en vanuit de natuurlijke beweging zal die schaats, of skielen in dit geval, zal naar binnen gaan. En dan met je heup zet je hem eroverheen en dan creëer je frictie. En waarom doe je dit? Het is een stukje afzet, dus je wil er harder door gaan. En het is een stukje ontspanning. Dus als je heel lang moet rijden, bijvoorbeeld een marathon, dan geeft het ook een beetje ontspanning in de slag. Want als je alleen de schaatstechniek op de skielers doet, dan verzuur je heel snel. Gebruik jij het op elke afstand? Voornamelijk op lange afstanden gebruik ik het wel. Zoals Mark zei, dan heb je ook iets meer ontspanning en dan hou je gewoon meer een dynamische slag. Wacht even, wat is eigenlijk sneller? Het hangt er vanaf hoe je hem uitvoert. Als je hem goed kan uitvoeren, perfect kan uitvoeren en je lichaam is er ook voor geschikt, dan kun je de meeste snelheid uithalen. Maar ik al zei, het is persoonlijk. Op 200 meter, sommigen doen het wel, maar zoals Michel en Ronald Mulder doen het niet. En die zijn wel van wereldniveau dus. En, maar jij doet wel veel meer dual push dan schaats, denk ik. Ja, ik probeer hem wel te doen, ook op de sprintafstanden. Ik bedoel, ik moet het niet hebben van mijn dikke benen, dus echt wel van de techniek. Dus ik train er veel op en op het EK en WK de resultaten worden steeds beter, dus het helpt wel. Als je nou zou moeten uitleggen in een stappenplan aan een beginneling, welke stappen zou die moeten nemen? Nou, globaal kan je het in 3 stappen uitleggen. Allereerst is het heel belangrijk dat je op je dual pushbeen stabiliteit hebt. Dus dat je op 1 been ook normaal kan rollen in een rechte lijn. En dan de volgende stap. Na de balans is het belangrijk dat je zowel op 1 been kunt afzetten. Dus de ideale oefening daarvoor is de slalom. Ik bedoel, je begint heel rustig en je probeert bij de laatste pion gewoon heel veel snelheid te genereren. Dus door steeds harder af te zetten, te doen op 1 been. Ja, hoe zie ik dat voor me? Er staan allemaal pionnen of zo en daar ga je tussendoor. Ja, simpeler kan het eigenlijk niet. Gewoon 10 pionnen neerzetten, rustig beginnen en op 1 been er tussendoor. En dan snelheid genereren, zowel met de buitenste afzet als de binnenste push. En dan hebben we de laatste stap. Ja, de laatste stap is belangrijk. Dus als je continu de dual push aan het oefenen bent, dus dat mensen die het net kunnen, die gaan echt enkel op die underpush gaan ze trainen. Ja. En dan vergeten ze hun reguliere afzet. Wel, de reguliere afzet blijft in feite nog altijd wel de belangrijkste afzet. Dus als je die niet goed doet, dan haal je alsnog helemaal geen snelheid als je enkel je dual push. Je hebt je normale afzet, je strekt door, je komt op je stambeen en je komt te ver over. Feitelijk laat je lichaamsgewicht aan de buitenkant van je been vallen op het moment dat je strekt met je eerste afzet. Je eerste afzet haal je bij en op dat moment dat je hem bijhaalt, strek je vanuit je heup, strek je underpushbeen, strek je door. En dan zak je weer in en dan begint het weer opnieuw. En op het moment dat hij bijhaalt, zijn bijhaalbeen, zijn nieuwe stambeen komt exact onder zijn schouder. Doordat zijn stambeen precies onder zijn schouder komt, geeft het de mogelijkheid om daadwerkelijk zijn heup te strekken en ook er echt een afzet van te maken. It's like a dashboard. Schiedsrichter vertrauen.